Hoe werkt die griepprik nou precies? We weten meestal vrij goed van tevoren welk virus door het land zal waren. Datzelfde virus is in andere landen al eerder geweest, in het zuidelijk halfrond bijvoorbeeld. En we kunnen voorspellen welk virus in Nederland terecht zal komen. Dat virus, dat wordt genomen, in stukjes gehakt, het wordt doodgemaakt en daar wordt dat vaccin van gemaakt. Als je dat inspuit, dan denkt het lichaam, daar moet ik antistoffen tegen maken, want dat hoort niet. En dan weet het lichaam al hoe die antistoffen gemaakt moeten worden. Komt dan het echte virus het land in en raak je daarmee in contact, dan weet het lichaam precies welke antistof die moet maken en kan het virus gelijk aanvallen voordat je er ziek van wordt. Zo werkt het en tegelijkertijd weet je dus ook dat je er geen griep van kan krijgen, want het is dood virus wat je inspuit en daar kun je dus nooit griep van krijgen. Dat is echt een fabeltje wat uit de wereld moet.